Welkom bij Barbecue Power! Wat zeg je nou? Barbecue Power! We gaan de eerste week doornemen en dan komen we terug met Ancient Aliens. De kijkersvraag deze week was van Noga. En Noga vroeg zich af, waar komt het woord barbecue power vandaan? Het woord barbecue komt van het woord barabiku. En barabiku is iets wat door de inheemse bevolking van de Caribbean gebruikt werd. Het vrij vertaald zoiets als de heilige vuurpit. En dat power komt naar schattingen uit rond 1300. En dat komt van het woord potus, of het woord wat we beter kennen als potent. Barbecue power. Dat komt daar vandaan. Volgende week doen we ook weer een kijkersvraag. Dus stuur ze in, gebruik de reacties of whatever je nodig acht. Ja, ik ben me enorm druk aan het maken over het feit dat Brein een rechtszaak heeft gewonnen in verband met Pirate Bay. Het druist natuurlijk volledig in tegen de netneutraliteit waar wij met z'n allen zo trots op waren. Er moet geen hack om het internet. What the fuck is going on? Ik zat dus laatst in deze lift en ik hoorde zo'n vaag geluid. Dit keer viel die ook echt een anderhalve verdieping naar beneden. Fucking niet awesome. Er zijn twee moralen aan dit verhaal. Het eerste is, als je veel films kijkt, weet je hoe je jezelf moet bevrijden. Het tweede is, ik woon op de 13e verdieping en ik ben fucking lui. En weet je, een liftfobie zit er voor mij gewoon niet in. Traplopen is even gezond, hè? Dat is waar. Mij is gevraagd om een broodje te maken. Waarom? Weet ik niet. Ik weet niet waarom iemand interesse heeft in een fucking broodje gezond. Het is niet zo heel moeilijk. De Kissopianus. Het is echt een broodje aan het verpesten. Dat is echt jammer. Pak de andere helft en daar maak je gewoon je broodje van. En dan heb je een lekker broodje met kaas en ei. Als we een documentaire checken, dan hebben we wel een beetje het idee van, nou, ik ga wat leren of zo. Ja. Ja. En nu heeft de History Channel toch een fucking bagger uitgebracht, wat echt steekt in mijn ziel. Maar wat is Ancient Aliens? Dat is een serie die probeert te verklaren dat aliens de verklaring voor eigenlijk alles uit de geschiedenis zijn. Waar een bepaalde civilisatie ver waren en bla 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 bla. Ja. Dus ze kijken naar bewijs van aliens in onze geschiedenis. Want natuurlijk kunnen mensen het niet zelf hebben uitgevonden. Nee, aliens. Dealing with creatures from outer space. Ik ben te lui om niet met de lift te gaan, dus ik zal hem straks weer gaan testen. Maar waar beginnen we met uitleggen van wat deze godverdomme is? Er is niet eens één fucking aflevering. Er is een heel seizoen van gemaakt. Drie al. Waarom kijken jullie die bagger? Ja. En maar goed, laten we eens even doornemen. Het eerste type bewijs, niet dat het geleverd wordt, maar zo heet het dan wel, zijn oude religieuze teksten van ooggetuigen. Ze hebben dus de hele Bijbel doorgespit. En daar staat dan een verhaal in van, en God kwam naar beneden met een hoop gedonder. Waarop iemand dan zegt, dat is een perfecte beschrijving van een alien die ons bezoekt. Hoe weet jij wat de perfecte beschrijving is van een alien die ons bezoekt? Ik ben nog nooit bezocht door een alien. Hoe kan je het weten? Het gaat over God die met een hoop gedonder beneden komt. Dat is een perfecte... Wat is het? Hè? Dan heb je punt 2. Dat zijn bepaalde kunstwerkjes of bepaalde dingetjes uit de oudheid. Beeldjes, plaatjes, hieroglyphen. Exact. Die een gelijkenis vertonen als je ze interpreteert met de juiste bril op. De bril van aliens, zeg maar. Dat idee. Dat is heel sterk bewijs. De lijst is echt te lang. Ik kan niet kiezen. De Nazca-lijnen in Peru. Het zijn die figuurtjes die je alleen maar vanaf grote hoogte kan zien. Hele grote figuren. Ja. En wat ze daar nog aan toevoegen. Mm-hmm. Bepaalde lijnen die in het landschap verwerkt zijn. Er is wat onduidelijkheid over de functie, de oorsprong en de betekenis. Dus aliens! Dat is hoe het werkt. Er is onduidelijkheid. Dus aliens! En dat is dan de verklaring. Maar zo gaat die hele serie. Ze kijken vanuit de lucht naar die lijnen. En ze zeggen van, dat ziet er wel verdomd veel uit als een vliegveld. Dus het moet een vliegveld zijn. Moet je dus voorstellen, hè? Heb je dus een ras dat blijkbaar, of een beschaving of een wezen dat intelligent genoeg is om interstellar space te crossen. En die hebben een fucking landingsbaan nodig. Gewoon alsof, wat? Wat? Nee. Welk punt proberen ze? Hè? Nee. Zo werkt het niet. Zo werken de regels van logica niet. Hoe werkt wetenschap? Je hebt een theorie. Je gaat die theorie proberen te bewijzen. Ja. Sterker nog, als je een echt goede wetenschapper bent, dan ga je hem zelfs proberen te ontkrachten. Op een gegeven moment hebben ze ook een soort houten beeldje, dat een soort vogel moet representeren. En dan komen hun met een verhaal. Ja, maar dit lijkt op vliegtuigen. Dit is aerodynamisch zo bedacht. Dat kan je niet anders gedaan hebben dan als je een alien bent. En dan gaan ze dat dus testen in de windtunnel. Vervolgens, conveniently,
komen ze erachter dat die niet optimaal werkt in de windtunnel. Of helemaal niet. Dus, wat doen ze? Ja, weet je, plak hier even een vleugeltje erop, want dan is hij wat stabieler. En warmpel, ze hebben ontdekt dat het mogelijk had kunnen vliegen. Ook al hadden ze wel datzelfde vleugeltje erop bedacht. Hoezo dan aliens? Waar komt die vandaan? Aliens. De link is voor mij extreem niet duidelijk. Het is in ieder geval geen bewijs. Het is het is extreem suggestief. Als zij over, ik noem maar wat, over 100.000 jaar een Spider-Man comic book terugvinden in de grond. En ze zien daar, oh man, heeft iemand geleefd? Die was Spider-Man. Die was Spider-Man en die vocht met robots en shit. What the fuck? Goed, er zijn echt, ieder voorbeeld zou je echt heel makkelijk op deze manier kunnen aanvallen. Maar dat weet is... je wat eigenlijk nog wat ergst is? Ja. Want ze vallen het ook wel eens aan in de serie, horen en wederhoren, het is zo mooi, met dat ze wat wetenschappers aan te komen. Ja. Ja. En die mogen dan even heel kort, echt 30 seconden iets over zeggen. Ja, maar die serie, die, wat ze dan vervolgens doen, is er meteen de shit afkappen en een hele suggestieve vraag eroverheen gooien. Maar what if aliens? Maar wat dit? En hoe kan dat dan? En hoe kan dat dan? Als je mensen niet de kans geeft om antwoord te geven op al die vragen die je heel snel daarna gaat stellen, dan suggereer dus de hele tijd. En deze serie is heel goed in de hele tijd suggereren. Het is de voice-over die heel spannend praat en heel dat suggestieve woorden gebruikt zoals... En could maybe, be, en maybe, en should be, en possibly. En het is de spannende muziek die erachter zit. En de scheve verbanden die ze leggen continu door dingen als het Vaticaan aan te halen. Het Vaticaan als wetenschappelijk argument. Het Vaticaan vindt iets, het Vaticaan vindt dat het kan. Dus dat is relevant voor de wereld. Hoezo? Ze hebben geen enkel sluitend, gewoon objectief, experimenteel, afstandelijk, goed, repliceerbaar, wetenschappelijk bekeken, met een wetenschappelijke insteek bekeken, bewijs. Nee, niks. Is allemaal niet, nee. Als jij een claim maakt, ben jij degene die moet bewijzen. Als jij in de rechtszaal staat en jij beschuldigt mij van iets, dan moet jij je claim met bewijs hard maken, want ik ben onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Ik vind het ook een heel spannend verhaal om te geloven in het feit dat ze onder ons geweest zijn en hoe we allemaal dingen gedaan hebben. Maar hoe spannend dat verhaal ook is, er is geen greintje bewijs voor. En deze hele serie levert 3 seizoenen lang niks anders dan blauw vaag bewijs. Dat is wat ze doen en dat is wat ze steeds erin wrijven. Er is zoveel bewijs als je maar kijkt. Er zijn bakken bewijs. Interpretatie, interpretatie. Wat je dan overhoudt is, de Ancient Alien Theorie is geen theorie, maar is een religie. Want zij zijn de hele tijd degene die zeggen van, ja maar kijk, dit is hoe het is. Bewijs maar eens dat het niet zo is. En zo werkt het niet. Wat je dan hebt is dus een serie die op een respectabele zender uitgezonden wordt, die zelfs zichzelf propagandeert als zijnde geschikt voor het klaslokaal, die dan zulke fucking bagger aanbrengt. Ik heb even een jasje aangetrokken om een beetje de Carl Sagan vibe te vinden, zodat we af kunnen sluiten met een prachtige quote van Carl Sagan. Ja, wijze baas die wij allemaal diep respecteren. Extraordinary claims require extraordinary evidence.